Ik op het stimbureau in Britsum rint het van een morgen net warm. Om goed 20 uur echtens die de teller nog maar op 12 kiezers. Er is tijd om een boekje te lezen en er wordt een soort koffie dronken. Maar dan komt een man met een misje binnen, Herman Lubbets. Ja, mooi bedankt. Lubbets stemt uit blanco en maar reden. Ik hoop je dat nou door dit signaal te aan toch een heel soort mensen waar mijn hart en ziel zich inzetten willen voor deze middelzeegemeente. Het zijn vier gelijkwaardige plattelandsgemeenten die alle ongeveer dezelfde problemen hebben. En bovendien, al die mensen kennen elkaar al, alle ambtenaren werken al 10 jaar samen. Dus eigenlijk is het maar een laatste stap om te fixeren. En Sasjocht Lubbets zien ideale middelzeegemeente er op kaart uit. Een plattelandsgemeente, maar goed 44.000 inwoners. Voor BMW van Ljouwerterdiel is al lang een passeerd station. Dat vind ik een beetje eigenaardig, want maar die middelzeegemeente, dan met verwedderen deel ik mij doen. Maar verwedderen deel, die heeft een tijd verlien als zijn dat ze net meer mij doen. Die zorgen door de kant uit. Dus het weer wel een aardig idee, maar dat hier een peerje jetter moeten. Herman Lubbets beziekt van de morgen zelfs de kiescommissie te uitzoeken. Maar als zijn actie wat opsmieten zal, anders weet het zelfs ik net. Maar ik hoop je toch dat gewoon mensen en politici dit signaal oppakken en dat ze er wat mee doen. Want ik vind het gewoon schande dat doordat een paar mensen, een paar bestuurders wat spul hebben, dat daardoor de beste optie van 44.000 inwoners verlengd wordt.